het nemen van strafschoppen. Want hier schiet hij de 3-1 binnen in het voordeel van Leverkusen achter Heimerot, de doelman van Schalke. De wedstrijd is dan, zo lijkt het, beslist. En natuurlijk, natuurlijk horen de felicitaties erbij van Perkies, alle ploeggenoten. Boet onderweg terug naar zijn doel. 3-1 voorsprong is daar. De wedstrijd is gelopen. Althans, door de fluitsignaal. En dan zien we Boet kijken. En dan valt de bal in het doel. Want Mike Hanke heeft vanaf de aftrap...